De kerk aan het Kerkplein in Leut komen mogelijk 14 woningen. Het gaat om 11 lofts en 3 appartementen. De woningbouw is een initiatief van deken Henk Hansen van de Millingse parochie. Het college van de gemeente Bergendal is niet per definitie enthousiast over de plannen, maar heeft toch besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek. Volgens het college zijn er namelijk weinig andere mogelijkheden dan de realisatie van woningen in de kerk. De woningen worden gebouwd in een constructie waarbij de muren van de kerk niet beschadigd worden.